At the beginning of 2020, I was commissioned by the Zaanseschans to capture the Miller's Craft. Since 2017, the Miller's Craft is included on UNESCO's list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The goal of these images is to spur interest in a new generation to conserve, work and learn with these historical wind factories. The client had seen my work online and wanted the same look I use for my personal projects. I thought that was an excellent fit because it really shows the pure and roughness of the subject. The shooting conditions weren't always easy, to say the least. Cold times before sunrise to after sunset, small spaces, difficult lighting situations, places only accessible by boat, cold temperatures and extreme high winds really made it challenging. But I'm happy all my crew and I made it work. Er zijn heel veel beelden van de molens in de Zaanstreek, maar eigenlijk ontbreken er goede beelden van de mensen achter de molens. En eigenlijk willen wij met dit project onze molenaars in het zonnetje zetten. Het leukste aan het vak molenaar vind ik, zeg maar, dat we hier met een heel groepje mensen ons best doen om dit in stand te houden. En ik doe het al meer dan 30 jaar, van kleins af aan. En nog steeds als ik hierheen loop, dan begin ik op het eind toch een beetje te huppelen van hup, hij moet zo snel mogelijk draaien. Dus dat lokt dan toch altijd nog. Onze molens zijn uniek. Ze zijn allemaal anders van elkaar. Ze maken andere producten. En daarom bijzonder geschikt om allemaal apart uit te lichten. Wat ik heel mooi vind aan het vak van molenaar is de ontzettend grote afwisseling in het werk wat je hebt. Het is geen dag hetzelfde, want het weer verandert constant. Het is elke dag anders. Elke dag weer verrassend wat er gebeuren gaat. En ook voor de toekomstige generaties zou het ontzettend leuk zijn als de kennis die er is over de molens, en met name in de Zaanstreek, ook doorgegeven kan worden aan nieuwe generaties. Waardoor mensen tot in de lengte van jaren kunnen genieten van onze werkende industriemolens. En dat is heel bijzonder. When we first went over the client briefing, they wanted to have one image of each of the 13 mills. But we quickly realized that shooting one image of each mill wouldn't tell the story. So instead of shooting 13 images, we ended up shooting over 200 images. After it has been postponed a few times, today is finally the opening of the new museum here at the Zaanseschans. Besides the fact that the museum offers a wealth of information about the mills and their history, my photos also play a large part of the exhibition inside the new museum. Displayed on large format and printed on beautiful materials with captions beside every image, it really pays respect to the millers and their craft.